Dag iedereen, welkom bij de Champions Club aflevering 4. De Champions League groepsfase is over halfweg en de Belgische landskampioen Club Brugge heeft het maximum van de punten. Nog steeds zijn nog geen enkel tegendoelpunt geïncasseerd. Dat is geen sprookje, dat is de waarheid. Blauw-zwart staat op de drempel van een historische kwalificatie voor de knock-out fase. Dat en veel meer ga ik hier bespreken met mijn twee gasten vandaag. Dat zijn Gilles. Ik wist het, hè, dat het ging mislopen. Gewoon doen alsof de eerste M er niet staat. We hebben het net nog voor aanvang geoefend, maar het mocht niet baten. Gilles, je werkt voor de Voetbalbond in Tubeke. Je bent bekend van Koelkast Sport. Yes. En je bent vervent Milan-fan, vandaar ook de kleuren die je draagt vandaag. Inderdaad. En mijn tweede gast is een naam iets makkelijker uit te spreken. Iñaas de Vis. Dag Iñaas. Goedemiddag. Goedemiddag. Dus te zien wanneer de mensen luisteren. Hè. Voilà. Je bent hoofd van de denktank Itinera en je bent professor in filosofie, medische filosofie en ethiek aan de UGent. Zeg ik dat juist? Helemaal goed. Dat hadden we hier nog niet gehad, Iñaas. Daarom ook dat een beetje wennen, vooral jouw jobtitel dan. Ja, ik ben blij dat jullie er zijn, allebei. Aangenaam. Ik ga met jou beginnen, Iñaas. Ja? Want filosofie, ethiek en voetbal, dat gaat samen dan toch? Dan toch, ja. Dat is blijkbaar voor velen geen evidente combinatie. Hè? Maar voor mij is dat altijd het geval geweest, omdat ik niet zie waarom ik sport niet interessant of relevant zou kunnen vinden als filosoof. Ik ben ook als klein jongetje opgegroeid naast het stadion van Club Brugge. Dat helpt ook. En een van mijn eerste herinneringen als klein mannetje is dat ik op de schoot van mijn grootvader zit, de zondagmiddag, te luisteren met ons oor aan de radio naar Jan Wouters, die de voetbalwedstrijden verslaat. Dus het zit met de paplepel ingegeven. Ja, en wanneer ging je dan voor het eerst naar het stadion? Ik denk op mijn 6 of 7 jaar. Ik kon net over het muurtje kijken om te zien hoe Lotte Lambert inkwam in een wedstrijd. Club Brugge-Lalouvière, het stond 1-1. 20 minuten voor tijd en aan het eind stond het 3-1. Voilà, dat is mijn eerste herinnering in het stadion. Tegenstander, weet je dat nog? Lalouvière was het. Lalouvière, juist. Ja. Ja. En dat is gedurende je hele leven aanwezig gebleven, dat Met wisselende intensiteit. Ik wou zoals veel jongens zelf voetballer worden. Ja. Ik heb zelfs een contractaanbieding gekregen van Club Brugge. Maar mijn moeder was daartegen. Ze zei, zo'n slecht milieu, jongetje, dat gaan we toch niet doen. Ja. En ik kreeg een verbod om voetballer te worden. Kijk eens aan. Ik ben daar jaren kwaad over geweest, uiteraard. Maar ik heb me daarna herpakt en ik ben supporter gebleven. Dat is wel iets. Hè. Een contractaanbieding, wanneer was dat dan? Hoe oud was je dan? Ik was toen 10 jaar of zo. Ze hadden mij ontdekt op een of ander toernooitje, zo gaat dat dan. En voor wie speelde je? Ik speelde bij geen club. Ik speelde op pleintjes en ik speelde voor een schoolvoetbalploeg. Maar ik was de hele tijd in de weer op pleintjes in de buurt van het Brugse. En dan vroeg iemand mij, doe je eens niet mee aan een toernooitje? En wat voor speler deed. Was je? Een hoog opgeschoten spits of zo? Een libero. Een klassieke libero. Verdedigende middenvelder. Iets tussen die twee. Ik heb mij altijd, zeer onherbiedige vergelijking voor de man in kwestie, met Frankie van der Elst vergeleken. Kijk eens qua aan, positie. Qua het positie. Is trouwens dankzij Frankie van der Elst dat jij hier zit. Hè, want hij heeft de tip gegeven dat jij een link had met Club Brugge. Ja. Zometeen gaan we er dieper op ingaan. Maar tuurlijk. Fan zijn van een ploeg. Ja, Gilles, daar weet je ook alles over. Hè. Voor jou is dat Milan. Yes, inderdaad. Van kleins af aan ook al. Niet bij het stadion op de hoek opgegroeid, jammer genoeg. Dat zou moeilijk zijn. Maar ik denk als klein mannetje, ik denk dat het in 2003 was dat ik ze voor het eerst op tv zag spelen, maar ik dan laat genoeg mocht opblijven. En die speelde in het rood en zwart. En die wonen de Champions League finale, dus ik had direct zoiets van, dat is mijn ploeg. Ja, je bent ook voor het eerst hier te gast, maar je bent uiteraard vertrouwd met het medium podcast. Zeg eens wat jullie nu intussen allemaal maken, opnemen. We maken eerst en vooral de Champions League show op Koelkast Sport. Die komt elke donderdag uit. Op maandag brengen we dan ook nog een naamloos voetbalshow uit. Die gaat over al het voetbal van het voorbije weekend in de topcompetities. En verder maken wij nog andere podcasts gerelateerd aan cultuur en media in het Vlaams medialandschap. En is te combineren met je vaste job, want je werkt ook voor de Belgian FA. Hè, de ik ben teammanager van de Flames U17. Maar dat valt eigenlijk wel te combineren, want het meeste doen we altijd na de uren. Dus s'avonds voetbal kijken en napraten. Eigenlijk zoals dat heel veel mensen, denk ik, met vrienden of familie doen. Gewoon thuis naar voetbal kijken en erover napraten, alleen iets voor een camera. En het is exponentieel gegroeid ook wel, hè? Ja, enorm. Ik denk dat vooral tijdens de Afrika Cup presenteren en het EK-show hebben gedaan. En echt gewoon een maand die consistentie hebben van elke dag een nieuwe video te uploaden. Heeft heel veel aandacht gegenereerd. En de mensen
houden duidelijk van wat ze zien en blijven komen. Dus dat is alleen maar positief. Fulltime ervan gaan leven, is dat een droom? Of wil je de combinatie blijven maken? Dat is niet echt een droom, want ik zit wel graag in het voetbal zo op de manier dat ik er nu zit. Ik bedoel, ik zie wel welke kansen daar op mijn pad komen, maar ik heb niet echt een bepaald doel om te moeten behalen qua job. Alright, Injaas, jij hebt veel werk. Je werkt ook voor Club Brugge sinds een paar jaar. Dat is ook een reden waarom je naar hier bent gekomen, om dat een beetje uit te leggen, denk ik. Ja, wel. In 2018 ben ik gecontacteerd door Club Brugge om een ethische code op te maken. Een unicum in het Belgisch voetbal en ook in Europa vrij uitzonderlijk. Maar ik heb die taak toen meteen op mij genomen. En dan eens die geïmplementeerd was, is mijn officiële titel bij Club Brugge Head of Integrity. Dus dat is een opdracht, laten we zeggen enkele dagen per maand, waarbij ik probeer alles wat het integriteitsbeleid betreft, waar een voetbalclub hoort mee bezig te zijn, zoals de strijd tegen racisme, zoals het gedrag van spelers, supporters, ouders langs de zijlijn, hoe gaan we om met jonge spelers, hoe beschermen die tegen weet ik veel wat, om dat allemaal te gaan implementeren en ervoor te zorgen dat als een olievlek uitbreidt over de hele club. Dat is mijn taak daar. Die ethische code, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat houdt dat in? Wel, dat was allereerst een beschrijving van wat zijn nu de kernwaarden van Club Brugge. Dus ik heb met alle geledingen gesproken, van mannen van de harde kern met een rug vol tattoos tot de stewards, de poetsvrouwen, het management, spelers, ex-spelers, coaches enzovoort. Ben je even mee bezig geweest? Daar ben ik een drietal maand zeer intensief mee bezig geweest, met al die gesprekken. Met eigenlijk de kernvraag, waar willen jullie deze ploeg mee associëren? Waar vind je dat ze voor staat en ook waar vind je dat ze niet voor staat? En dan dat kernverhaal eruit te grijpen en dat dan verder te gaan implementeren. Wat betekent dat nu voor de manier waarop we met medewerkers omgaan, met jonge of A-kernspelers? Wat verwachten we van hen? En hoe vinden we dat supporters zich in een stadion zouden moeten gedragen? En wat hebben we daarvoor over? Of ook, hoe organiseren we onze business bijvoorbeeld? Zorgen dat de geldstromen transparant blijven. En wat willen we daarvoor doen om bij die meer wenselijke situatie aan te komen? Dus eigenlijk wat veel bedrijven ook doen, en wat nu geleidelijk aan ook in topsport doorcijpelt, en dat heeft vaak te maken met, denk aan een schandaal in de turnfederatie bijvoorbeeld, dan zie je dat dan een licht begint te branden van oei, als we zouden hier iets moeten doen. We hebben een kader nodig waarbinnen we werken. Wel, eigenlijk is dat wat ik bij Club Brugge heb gedaan. Ja, Gilles, dat is nuttig werk. Hè? We hebben dit weekend nog gezien met de Beerschot supporters dat het nog nodig is dat er ethiek in het voetbal komt. Zeker. Maar je hebt het voordeel inderdaad, je zit in een grote club, Club Brugge, waar alles sportief ook al goed draait. Daar is dat gemakkelijker, denk ik, misschien nog om door te trekken dan als je ergens in een crisis zou aankomen misschien en het daar moet gaan oplossen. Denk ik dan. Hè? Ja, het is een kwestie, denk ik, van helder te beschrijven wat het kader is waarbinnen je werkt. Mm-hmm. Maar dat is nog maar het vertrekpunt. Hè. Dan moet het pas goed en wel beginnen. Het is niet omdat je als voetbalploeg ook denkt, dit is waar we voor staan, dat de hele gemeenschap daar ook mee achterschaart. Maar zoals je het voorbeeld nu geeft, het flakkert af en toe weer op en dan telkens val je achterover hoe primitief mensen zich kunnen gedragen. Ja. Maar goed, het feit dat ze zich nog zo gedragen heeft aan dat er betere afspraken nodig zijn. Ja, en dat er meer mensen zoals jou nodig zijn bij de andere clubs misschien. Of dat jij meer clubs moet gaan. Hoe meer ze het kopiëren, hoe gelukkiger ik zou zijn. Je bent ook vertrouwenspersoon bij club. En je hebt bijvoorbeeld ook Noah Lang nog begeleid vorig seizoen. Dus het gaat wel, het is wel gevarieerd, je takenpakket. Het is zeer afwisselend en zeer interessant vooral. Omdat het telkens om diezelfde vraag gaat. Hoe vinden we dat we ons moeten gedragen? En dat zorgt ervoor dat ik af en toe contact heb met een aantal spelers. Dat zorgt ervoor dat ik een stuurgroep leid die die agenda een beetje aan de gang houdt. Dat is een bescheiden rol aan de zijlijn, maar tegelijkertijd wel iets dat toch de mentaliteit, vind ik, daar wel heeft veranderd op 3-4 jaar tijd. Niet dat het proces voltooid is, verre van. Ik denk dat je dat altijd wel ergens op de agenda moet plaatsen. Maar er is, vind ik, een flinke vooruitgang geboekt. En hoe sneller spelers, want er komen elk jaar heel veel nieuwe spelers binnen, hoe sneller die zich thuis voelen en in dat verhaal van de betrokken voetbalploeg zich willen inschrijven, hoe groter de slaagkans ook dat je als ploeg unisono op dezelfde manier naar buiten komt. Met vallen en opstaan. Ik bedoel, de een misdraagt zich, de ander gaat eens over de schreef. Voetballers lijden aan overaandacht en te veel geld. En er zijn ook vaak jongetjes die veel aandacht nodig hebben. Dus dat is een lastige combinatie. Ja. Die je maatschappelijk
niet zo vaak terugvind. Maar au fond, als je dan met mensen spreekt om Noah erbij te halen, dat is een van de meest lieve mensen die je kent. Maar goed, je moet ook kijken waar mensen vandaan komen, hoe ze zijn opgevoed, vaak een heel traject hebben afgelegd. En dan mag je vaak al blij zijn dat ze er nog relatief goed uitkomen en ook de beste bedoelingen hebben. Mm-hmm. Maar goed, de een leeft van het functioneren binnen grenzen, de ander leeft van het af en toe overschrijden van die grenzen. Ja. Zodat we weer weten waar de grens energie uit, hè, en de ja, jawel, kritiek jawel. Van het publiek, nog wel lang is een voorbeeld daarvan, denk ik. Ja, goed, we gaan het ook wel over het sportieve hebben natuurlijk. Hè. We gaan een kleine week terugkeren in de tijd naar een historische avond op Jan Breydel. Jutgla met Soa. Jutgla, een kans. En hij gaat over het been. En Soa scoort. Daar is 1-0 voor de Brugge. Kamal Soa voor de voorsprong voor Blauw-Zwart. We zitten bij Hans van Aken. Met Jutgla, met Buchanan. En Jutgla, ja! Daar is Arnold Jutgla. Hij doet het allemaal, de Spanjaard. Een droom die uitkomt voor Arnold Jutgla. 2-0. Ja, dat was vorige week. Ignace, was je in het stadion? Want je ziet ook veel matchen van in het stadion, uit en thuis. Ik was aanwezig, hè. Dus vertel eens, kippenvel. Ja, hè. Dit is toch een van de topavonden, denk ik, van de afgelopen paar decennia. Als je kijkt hoe lang het is geleden dat Club Brugge dit soort van topploegen echt heeft verslaan met duidelijke cijfers, ook met een overwicht in de wedstrijd, dan moet je toch al een tijd teruggaan. Atletico schat ik zeer hoog in. De ploeg stond er, er was een volle drive en dan kantelt alles ook wel een beetje in de juiste richting, hè, want het had even goed in de tweede helft nog anders kunnen lopen. Maar je had wel het gevoel die avond dat er iets speciaals op het menu stond, maar dan moet het ook wel tot uiting komen. Dat is gebeurd, het volledige plaatje klopte, dus het was een, wat we dan heten, een ouderwetse Europese voetbalavond. Zo is dat, en ik zei historische avond, Gilles, want het was nog nooit gebeurd dat een club de eerste 3 speeldagen van de Champions League gewonnen had. Hoe heb jij het beleefd en hoe kijk je naar die 9-op-9 van Club? Goh, heel speciaal, want als je ziet in welk rijtje dat ze staan met ploegen die 9 punten hebben, ik zie hier momenteel Napoli staan en daarnaast zijn het Real Madrid, Manchester City en Bayern. Ja, en nog geen tegendoelpunt, dat is ook alleen maar voilà, voor mooi in het geval. Voilà, dat getuigt alleen maar van het groeiproces inderdaad, zoals gezegd, dat ze hebben meegemaakt, zowel binnen de club als sportief. En ik herinner me vorig jaar dat ze bijvoorbeeld ook een 4-op-6 halen tegen Manchester City en tegen Salzburg, Leipzig. Dat is ook niet mis, maar het feit dat je nu een 9-op-9, dat is historisch. En nu lopen de dingen goed die misschien vorig jaar nog net fout liepen. Zoals bijvoorbeeld tegen Manchester City viel het helemaal ineen. En dan moet je PSG nog eens tegenkomen, dat is niet gemakkelijk. Maar het feit dat je nu 3 topploegen, alle 3 opzij hebt gezet, met duidelijke cijfers. Het laten zien van verdedigend staat het goed, middenveld staat fantastisch. Je aanvallers creëren kansen en maken doelpunten. Dat betekent dat je als club alleen maar bent gegroeid. Ja. Ondanks wat je kwijt bent geraakt, want dat moeten we ook niet vergeten. Ja, Noah Lang zit eigenlijk er niet meer bij. Je bent je coach kwijt. Je hebt Charles de Ketelaar verkocht. En nog steeds loopt het goed, eigenlijk bijna zelfs beter dan het voorbije jaar. Dan... En de trainer die was er natuurlijk heel erg blij mee. Hè? Karl Hoefkens, na afloop voor de microfoon van Peter van den Bent. Maar ik denk, de sleutel is kwaliteit. En wat spelers kunnen brengen op het juiste moment. En voor mij is de sleutel... Ik heb het al gezegd daarvoor, agressief zijn in balbezit, in balverlies, dat kunnen veel ploegen. Maar de agressiviteit hebben in balbezit was voor mij vandaag, net zoals in Porto en tegen Leverkusen, voor mij absoluut de key. Ja, je zou kunnen zeggen, deze prestatie is misschien minder spectaculair, de uitslag, dan 2 weken geleden in Portugal. Maar het is eigenlijk straffer. Atletico Madrid opzij gezet, 2-0. Maar ik denk vooral omdat de Atletico hun werk wel heel goed gedaan had. Dus zij wisten perfect hoe we gingen spelen. En als je daar dan een antwoord kunt op hebben als ploeg, dan denk ik dat dat een enorme prestatie is van iedereen. De vertel is nog nooit een ploeg niet naar de volgende ronde gegaan na een 9-op-9 in de eerste 3 wedstrijden, Karel. Dat gaat Club Brugge toch ook niet laten gebeuren dan? Maar ik vind dat wel top hoe jij na deze match druk kunt zetten. Ja, ik weet niet of... Ik weet niet of Peter echt de druk wou zetten, maar hij hoopt het, denk ik, samen met alle Belgische voetballiefhebbers, dat Club naar de knock-outfase gaat voor het eerst in de clubgeschiedenis. Peter had het over de match op Porto. Ignace, was je daar? Nee, die heb ik... Daar werd het 0-4. Wat vinden jullie? Welke prestatie was er straffer van de twee? 0-4 gaan winnen bij Porto of 2-0 winnen thuis tegen Atleti? Ik denk misschien de thuisoverwinning, omdat die na het vorige kwam. En dat je hebt bewezen van het is eigenlijk niet in de euforie van vorige wedstrijd dat we nu beginnen fantaseren. Je moet bevestigen, de verwachtingen zijn anders en dan is het straffer. En in dat opzicht denk ik zelfs dat de wedstrijd nu in Atletico,
Sorry, ik ben... Metropolitano? Nu de volgende wedstrijd gaan we winnen. Atletico, zou, ja. Ja, in Atletico. Ja. Ja. Dat zou dan nog een mooiere prestatie zijn, omdat je net hebt laten zien van we hebben ze thuis. Ja. Laten zien wat we kunnen. En als je nu naar daar gaat, dan ja, maar het is alleen maar in stijgende lijn. Eigenlijk is winnen nu niet per se nodig. Na die match ga je wel in, Jaas. Ja. Dat is overmorgen. Dat is overmorgen. Dus morgen vertrekken met de club mee? Even, nee, niet met de club mee. Ik kon het voor mijn werk niet regelen om al zo snel moet mee te gaan. Gewerkt worden. Moet gewerkt worden. Dus je vertrekt woensdag. Met het laptopje mee op het vliegtuig, zoals het gaat. Maar dat doe ik altijd. Als ik op congres ga, ik zeg meneer, ik begin te werken. Dus ik ga dat ook doen. Maar ik kijk wel uit naar de wedstrijd, uiteraard. Hè. Want ik ben het met jou eens. Ik denk dat de thuiswedstrijd tegen Atletico hoger moet worden ingeschat. Omdat ook de omstandigheden in Porto zaten ook zeer goed mee. En dan kun je even goed 0-1 en als alles loopt ook 0-4 winnen. Dat is het wedstrijdverloop zoals het zich dan aandient. Maar thuis tegen Atletico moest er echt tot aan het einde ook met dezelfde precisie, dezelfde hoge intensiteit worden gespeeld. Want Atletico is een fantastische ploeg. Dus die zullen woensdag nog scherper staan dan ze bij ons stonden. Dus die schat ik nog hoger in dan de wedstrijd in Porto. Ik vraag me af, Gilles, was jij teleurgesteld door de prestatie van Atletico? Want zo goed waren ze wel niet. Of misschien had het ook te maken met de sterkte van de club. Het was misschien niet het allerbeste Atletico, zoals we in de laatste jaren vaak hebben gezien. Maar ik denk dat dat ook weer de kwaliteit van de club is. De kwaliteit van op de juiste moment te drukken. Kwaliteit van een Simon Mignolet die van achter ook weer al de nul hield en fenomenaal was. En dat is de kwaliteit van Kamal Sowa. Die jongens eigenlijk een nieuwe transfer is, want wat die jongen was per wedstrijd is fenomenaal. En die was afgeschreven een paar maanden, jaar geleden. Ja. Ja. Je hebt nieuwe jongens gehaald die het allemaal brengen. En niettemin, ik zag Mignolet na de wedstrijd ook pluimen aan de coach geven. Die verdient dat ook, want begin van het seizoen was druk, heel moeilijk begonnen. Je moet ook een grote naam vervangen met Schreuder en Clément daarvoor. En als assistent dan komen en iedereen zegt dan van het is maar één van het bestuur, zodat zij alles kunnen beslissen. Ja. En het nu toch laten zien, zowel Stroman. Europees als in eigen, eigen competitie. Als het was misgegaan in Leuven, dan was het al kantje bootje geweest, werd gezegd. Dan werd de druk zwaar natuurlijk. Ja. Dat is onvermijdelijk bij een ploeg die ervan uitgaat dat ze elke wedstrijd wil winnen. Maar ik vind wel dat Karel zeer sterk is in zijn hoofd, een duidelijk plan had. En dat men ook heel snel vergeet dat men zei, ja maar kijk, we hebben eigenlijk nauwelijks een tussenseizoen, heel nieuwe ploeg. Dus je krijgt tijd, er komen nog veel transfers aan. En iedereen geeft hem dan gelijk, tot op het moment dat je de eerste wedstrijd verliest. En zei, je zou er eigenlijk nu toch al moeten staan. Terwijl je wel een heel nieuwe kern moet opbouwen, toch een nieuwe mentaliteit er ook wil inslijpen. Op de een of andere manier, elke coach heeft zijn specifieke accenten. En daar is hij toch zeer snel geslaagd. Nog een beetje met ups en downs. Competitie Europees, maar dat is ook een zeer zwaar programma. Maar ik vind dat Karel absoluut de juiste man op de juiste plaats is. Ja. Die indruk geeft hij zeker. En de resultaten lijken dat ook te bevestigen. De kwalificatiekansen in Madrid, Gilles, zijn die er? Kunnen ze daar? Je zegt winnen zou heel straf zijn, maar eigenlijk kan een punt al heel goed zijn. Hè? Met het oog op kwalificatie, dan zijn ze er eigenlijk. Ik denk nu, het is misschien moeilijk om in een vierde match al te gaan rekenen met een resultaat. Ik denk dat dat meer is voor een ploeg die op de laatste speeldag misschien aan een punt gelijk zou hebben of met een bepaald doelpuntsaldo. Dus ik hoop wel dat Club Brugge wel gewoon gaat voor die overwinning. Ik denk, als je groepsleider bent en je hebt niemand direct dicht bij u. 6 punten voor op de 3 achtervolgende teams. Dan moet je altijd voor de overwinning gaan, vind ik. Ik denk dat je bent nog steeds de underdog, vind ik, in die wedstrijd. Absoluut. Maar vanuit die underdog-positie heb je momenteel 9 punten gehaald, dus waarom niet? Het is woensdag iets meer dan 4 jaar geleden dat Club Brugge ook al eens in Metropolitano speelde, natuurlijk tegen Atletico. En toen, op 3 oktober 2018, werd het 3-1 voor de Colchoneros. Voorzetje komt, tweede paal, over het hoofd van Godin, aannemen Griezmann. En daar ligt hem erin. Oh, Griezmann, dan toch voor 1-0. Groeneveld gaat het een keer proberen, ja! Zog je nog met Letizia, kapt zich vrij, Griezmann legt hem erin, het is 2-1. Griezmann nog eens geweldig gedraaid, dat doet hij uitstekend en hij is natuurlijk sneller dan Mechelen. Hij blijft overeind en hij legt hem terug en Koke voor een derde. Ja, in 2018 werd het 3-1. Geweldige goal van Danjuma. Vooral dat is wat mij vooral is bijgebleven van die match. En in Spanje zijn ze het ook niet vergeten. Ja, inderdaad. Verdiend, denk ik. Hè, want iedereen ziet aan die goal. Fenomenale goal. Maar dan zie je ook hoe Atletico een ploeg is die met een paar flitsen een wedstrijd helemaal kan kantelen. Griezmann op kop, fenomenale speler in feite. Die wonderwel de afgelopen wedstrijd niet echt tot zijn recht is kunnen komen. Maar goed, dat blijft een fantastisch speler. Dus het zal er ontzettend moeilijk worden, onvermijdelijk. Maar ze hebben het voordeel dat ze vrijuit kunnen spelen.
En met een tactisch plan kun je er misschien wel iets halen. Maar het zal een heel zware wedstrijd zijn. Ja, toen was het een van de twee nederlagen in die campagne. Toen hadden ze 6 op 18 club. Met ook nog de 0-4 op Monaco. Dat was die campagne. Ja, Gilles, club dat dan verliest in de eigen competitie van Westerlo. Dat 8 punten achter staat op Antwerpen. Ja. Moet je dat er dan bij nemen bij zo'n fantastische campagne? Of is dat toch? Ik denk dat we daar niet te zwaar aan mogen tillen. Want je moet er rekening mee houden dat er ook wordt geroteerd in de wedstrijden. Ik zag dat er een paar jongens zelfs mochten starten die in de Champions League niet starten. Dus dan is het misschien net aan die spelers om hun te bewijzen. Je kunt eens een mindere dag hebben, want ik denk dat dat tegen Standaard wel gewoon het geval was. Maar ik zou niet te zwaar tillen aan een verlies tegen Westerlo op 3 dagen voordat je naar Atletico moet. Maar 8 punten op Antwerpen, oké, dat wordt wel al veel. Hè? Ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn. Antwerpen gewoon fenomenaal is begonnen aan het seizoen. Zij hebben dan ook geen Europees. Dus ik denk, ploegen die Europees spelen, mocht je eigenlijk altijd op richten dat die 4-5 punten in de groepsronde en als die overleven ook nog eens 2-3 punten zullen verliezen in de verdere fase. Omdat die kunnen niet iedereen 90 minuten laten spelen naar wedstrijd, want dan zijn die spelers in november allemaal in het ziekenhuis. Dus ik denk, ik zou daar niet te zwaar aan tillen als Brugge supporter of als Brugge werknemer zijnde precies. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar... Wel, het zou dramatisch zijn geweest mocht blijken dat er geen enkele kans is gecreëerd of dat men tegen ze... Na 20 minuten kan het 2-3-0 zijn. Dus het is duidelijk dat je daar efficiëntie ontbreekt, die je altijd nodig hebt om, zeker in België, een wedstrijd op slot te zetten. Want anders kan zich dat altijd tegenkeren. Dat is zaterdag ook gebleken. Dus ik denk, hadden ze daar een beetje meer efficiëntie voor de dag gelegd, was het binnen. En het is logisch dat als je elke 3-4 dagen een wedstrijd speelt, en ook al zeg je en doe je er ook alles aan om je klaar te stomen, dan nog vergeten we dat de intensiteit vaak van zo'n gebeuren. Hè? Dus die spelers gaan nu tot half november... datzelfde ritme moeten aanhouden. En zelfs al heb je een brede kern, je moet toch altijd die switch ook op mentaal vlak maken om telkens weer van nul af aan te herbeginnen. En na woensdag is eigenlijk heel België nog 48 uur aan het vieren in jouw plaats. Maar jij moet eigenlijk de avond zelf al zeggen, forget it, volgende wedstrijd. Dat is niet dus evident. Dat is moeilijker dan men denkt, volgens Absoluut. Mij. Gilles, die kloof met Antwerpen is er. Je hebt ook voor Antwerpen gewerkt. Hè? Ja. Heb je nog contacten daar in de kleedkamer? Hoe groot is het geloof? Binnen de kleedkamer niet echt. Wel meer met de mensen. Ik zat bij de beloftekern trouwens. Ja. Dus het is ook iets meer met de jongere gasten die daar zijn. Maar ik denk dat zij, als buitenstaander zeg ik dan, hebben ze eigenlijk geen excuus om niet vol voor het kampioenschap te gaan. Als je kijkt wie dat er is binnengekomen, met Vincent Janssen, met Calvin Stengs, met Toby Alderweireld vooral. Ja, en je zal de grenzeloze ambitie van Paul Gijsen zelfs bij de beloften ook wel hebben gevoeld, denk ik. Ja, die zit toch in heel de club. En dat is logisch ook. Ik denk, als je zoveel investeert in een club en die doet het zo goed en die gaat van tweede klasse naar net geen play-off 1, naar play-off 1, naar vierde, naar derde. Ja, Het logische uitkomst zal altijd zijn dat ze kampioen spelen. Dus als het niet dit jaar is, zullen ze het volgend jaar halen. Dat denk ik dat de voorbije 2 jaar al het geval is. Het is boeiend om te blijven volgen. Injaas, heb je tijd om naast Club Brugge ook het internationale voetbal en de rest van de Champions League te volgen? Ik probeer dat te doen. Dat lukt mij natuurlijk niet altijd. Maar ik probeer het allemaal van op afstand wel een beetje mee te volgen. Ja. Ja. Milan, volg je hen? Jawel, natuurlijk niet zoals mijn gesprekspartner hier. Dat zal ik het altijd moeten tegenafleggen. Maar laten we zeggen, met hernieuwde grote interesse wegens de transfer van Charles uiteraard. Maar toen ik jong was, was dat het grote Milan natuurlijk. Hè, met Van Basten, Gullit, Rijkaard, Franco Baresi, noem maar op. Wat een team, onwaarschijnlijk. Dus je kon niet anders dan verliefd worden op dat voetbal. Blijft een fantastische club. Ik heb die ook nog op Jan Breydel gezien. Want Club Brugge heeft er nog tegen gespeeld en zelfs tegen gewonnen. Pascal Plovy heeft er nog een kaakbeenbreuk aan overgehouden toen hij Van Basten in de tang gehouden en een elleboogstoot kreeg. Dus die verhalen die zijn wel bijgebleven. Milan komt uit een heel diep dal, maar heeft enorme progressie doorgemaakt. Heeft een heel mooie ploeg, vind ik, die het nu heel even moeilijk heeft. Maar bon. Het zijn eigenlijk hoogdagen, Gilles, want vorig seizoen kampioen en nu even los uit de pols 2-0 winnen tegen Juventus. Het is anders geweest de voorbije jaren. Ja, ik heb de voorbije 10 jaar enorm afgezien. maar ik heb het geluk dat we momenteel goed hebben ingekocht. Ik denk dat je ook wel, net zoals bij Brugge, zegt jij van je merkt een hele transformatie door. Ik merk dat ook bij Milan. Je ziet een nieuw bestuur is er gekomen. Er zijn nieuwe directeurs, nieuwe sportief directeurs.
Er komen nieuwe spelers in die met een duidelijke filosofie worden gehaald. Jongere spelers met progressiemarge en doorverkooppotentieel. Ik weet, Berlusconi en Galliani in de laatste jaren, die hielden elke dertiger die ze gratis konden halen, kwam overal maar erbij. En nu is het gehaald een jongen als Leao, als Salemakers, de Ketelaar, Tonali. Dat zijn jonge gasten met een potentieel. En die dan kunnen omringen met een Giroud, met een Ibrahimovic, een Kjær. Dat zorgt voor een mooi geheel gewoon. Het is daardoor dat je kampioen kunt spelen. Ik zag op je Instagram dat je een shirt hebt van Charles de Ketelaar, maar je hebt het niet aangetrokken vandaag. Nee, maar ik denk wel dat hij in mijn rugzak zit. Ah, kijk eens aan. Ja. Charles de Ketelaar die stond vorige week woensdag in de basis op Stamford Bridge tegen Chelsea. Maar het was een wedstrijd waar ik zelf naartoe ging met Wesley Song, die toch een beetje teleurstelde. We gaan eens luisteren. Chilwell krijgt een nieuwe kans met een nieuwe corner en daar is hij opnieuw. Het is ongelooflijk. Derde keer, goede keer, net niet, maar nu wel binnen via Fofana. Nu wel binnen via Fofana en het is 1-0 voor Chelsea. Tweede paal daar, cornervlag bijna is Reece James, nieuwe center. En de goal, van Aubameyang. En ja, een salto erbovenop, want het is 2-0 voor Chelsea. Hier Sterling nog een keer, geeft hem mee met James. James kan het nu zelf doen en dat doet hij. Dat doet hij. Reece James is bezig aan een geweldige wedstrijd voor Chelsea. Ja, het werd 3-0 en vandaar zeg ik teleurstellend, Chil, want het verschil was te groot. Ja, het was enorm. Het was eigenlijk de enige match dit seizoen waarvan ik een verlies kan accepteren. Omdat ik zie dan onze drie doelpunten komen, alle drie over flanken en via spelers die nooit starten als wij niet met een gigantische blessure zitten. 9 afwezigen hè, vorige week. Ja, je mist 2 spitsen, je mist je 2 rechtsbuitens, 3 rechtsbacks die geblesseerd zijn, je linksback was eruit, je keeper was eruit, dan is naar Chelsea gaan eigenlijk al bijna een onmogelijke opdracht. Ik denk dat als wij daar op het einde van die eerste helft een doelpunt scoren en alles kunnen dichthouden, dan hebben wij wel een mooi resultaat. Je hebt het over de kans van Charles de Ketelaar. Ja. Die en dan Krunic. Ja, en daarna Krunic inderdaad, op een actie van Leao. Dus ik heb wel zo het gevoel van, het is een ploeg die draait, maar als zoveel dingen tegenzitten, is het heel moeilijk om een resultaat te gaan halen. Draait Charles de Ketelaar? Ik vind van wel. Is dat vorige week wel niet in de match, hè? Bij Chelsea? Nee, het was een moeilijke match inderdaad. En het was eigenlijk al zijn moeilijkste match dit seizoen, vond ik. Maar ik heb wel het gevoel dat hij echt wel draait dit seizoen. Ik was gaan opzoeken. Die heeft de meeste kansen gecreëerd van alle spelers in de Serie A. Maar ja, als je niet afwerkt op de assist die hij geeft, dan gaat het heel moeilijk worden. Net zoals hij nu die kans bijvoorbeeld in Londen niet afwerkt. Dus ik denk dat het vooral nog meer kwesties van ongeluk te hebben. Maar ik herinner mij dat wij Leao 3 jaar geleden gingen halen. En die heeft eigenlijk 2 dramatische jaren gehad voordat hij vorig jaar eigenlijk de beste in Italië was. Dus om nu al te verwachten van de Ketelaar dat hij, zoals op de persconferentie gezegd werd, de nieuwe Kaká zou zijn, dat is gewoon ook een enorme druk opleggen. Die Brahim Diaz scoorde afgelopen weekend wel. Er is vanmorgen in de krant was het weer een thema. Wie moet starten op 10? De Ketelaar of Diaz? Ik denk dat je eigenlijk niet beter kunt hebben dan dat probleem hebben. Als je een beetje een luxe probleem hebt, is het beter dan dat je die twee tegen elkaar op training kunt laten bewijzen wie verdient het op die moment. En dat is hetzelfde wat Leao en Rebic ook hebben meegemaakt op links. Wat dat Salemakers op rechts meemaakte met Messias voordat hij geblesseerd uitviel. Dat dus je bekijkt dat positief? Ibrahimovic hebben. Ja, ik zie dat enkel als iets positiefs. Het feit dat wij 10 jaar lang eigenlijk het moesten hebben van de spelers die dat we eigenlijk niet goed genoeg zijn voor Milan. Terwijl wij nu 2 spelers kunnen hebben die goed genoeg zijn en kunnen zeggen van diegene die het beste niet speelt gewoon, dat is een luxe. En daar gaan ze ook allebei alleen maar beter van worden. Mm-hmm. Heb jij Charles persoonlijk leren kennen door je werk? Ja. Heel fijn jongen, heel fijn familie, ook broer en zus. Fantastische mensen, dus ik was ook heel blij voor hem dat hij die transfer kon maken. Het was ook echt zijn droomtransfer. Ik vind ook niet dat hij ontgoocheld vindt dat hij het zeer goed doet, maar die verwachtingen die waren bovenwereld. Dus uiteraard is men nu ontgoocheld. De hele zomer ging het over maar hem. Maar men is ontgoocheld in de eigen verwachtingen. Ik vind niet dat we ontgoocheld moeten zijn in zijn prestaties. Ik bedoel, dit is wel een onwaarschijnlijk elftal waar hij zich aan het inknokken is. En waar toch ook uit blijkt dat hij goed presteert. Alleen word je afgerekend op datgene wat dan in het doel verdwijnt. Dat lukt voorlopig nog even niet. Maar ik heb het volle vertrouwen in dat hij dat doet. Ja. Een andere landgenoot, Gilles, die heeft ook Origi. Verwacht je dat hij basisspeler kan worden bij Milan? Ik denk van wel. Ik denk, zeker als je ziet wie dat er nu nog allemaal op lange termijn uit is, zowel op rechts als in de spits, dat het niet een evident gegeven is, maar ik denk wel dat dat iemand is die zich erin kan knokken. Ik denk dat de concurrentie minder hoog is dan het in Liverpool was in die hoogdagen. Maar ik denk wel dat dat een speler is met een bepaalde kwaliteit aan de bal. Waar zie je hem spelen dan? Als diepe spits voornamelijk? Of? Ja, ik hoop in de spits dat hij toch iets... Die is iets bewegelijker toch dan Ibrahimovic en Giroud. Dus ik hoop dat hij dat daar mag doen. In andere matchen misschien op linksbuiten als hij en Leao wat gewisseld kunnen worden. Maar ik denk dat wij heel veel spelers hebben die op meerdere posities voorin uit de voeten kunnen. Zowel in de Ketelaar als in Origi. Die dat dan hun basisplaatsen ook gewoon kunnen afdwingen op basis van
waar ze het nuttigste zijn. Ik heb hem even kunnen spreken na afloop in de catacombe van Stamford Bridge. En het was vooral heel fijn om te zien dat Origi eindelijk weer minuten maakte. Het was een maand geleden. Ik kom nu terug uit blessure, volledig terug fit voor de eerste keer in het seizoen. En ja, komen we in de eerste minuten meepikken. En de eerste keer dat ik echt gewoon terug kan beginnen bouwen aan mijn fitness. Nu kan het eindelijk beginnen, je Milanese avontuur, denk ik. Het is dat eigenlijk, ja. Nu kan ik volledig terug beginnen voetballen. Ja, Origi, hopelijk is dat de voorbode voor meer minuten. Wat denk je van de return nu tegen Chelsea? Want ja, door de nederlaag vorige week is de situatie in de groep wel minder gunstig voor Milan. Ja, het is minder gunstig. Ik denk dat ze zich vooral zullen moeten focussen op een 6-6 halen in die laatste twee wedstrijden. Maar ik heb wel het gevoel dat Theo Hernandez was terug. Die was in hele goede doen. Ik denk dat wij ook wel een collectieve off-day hadden, zelfs met de basisspelers die er in Londen bij waren. Maar ik heb nu het gevoel, in San Siro, je hebt net 2-0 tegen Juventus gewonnen. Mm-hmm. Je moet op dat elan vooral verder gaan en vooral de reactie kunnen geven. Net zoals dit weekend, van laten zien dat je wel een ploeg bent die het verdient om in de Champions League te overwinteren. Als volger van het Italiaanse voetbal, ja. Met Milan natuurlijk als hoofdmoot, heb je ook Napoli gezien, hè, vorige week op Ajax. Ja, 1-6. En afgelopen weekend 1-4 bij Cremonese. Ik ben heel benieuwd wat dat Napoli dat zo goed draait en bovenin staat ook in de Serie A kan doen tegen een Ajax dat eigenlijk minder draait de laatste weken eigenlijk. Dus als ze niet opletten, kan men nog wel eens een pandoering worden. En dat zou als Ajax zijn het toch heel dramatisch zijn als je twee keer op rij zo'n pandoering krijgt. Ja, en dan mogen ze de hoop op de achtste finale al opbergen. Hè. En dan is Napoli gewoon, de verrassing. Nee, dat is... nee 1-6, hè. De zwaarste nederlaag. Ja. En als je ziet ook hoe dat tot stand komt. Ik vind Kvaratskhelia, die speelt fantastisch op de linksbuiten. Je hebt een Osimhen die er nog niet bij was, want Raspadori is daar ook heel goed. Giovanni Simeone loopt daar heel goed. Maar ik heb vooral het gevoel van de jongens die ze zijn kwijtgeraakt. Koulibaly, Mertens, Insigne, die hebben allemaal, Fabian Ruiz, die hebben ze wel allemaal kunnen vervangen. En er staat wel gewoon een ploeg die momenteel de beste is in Italië voor mij. Ja, heel erg indrukwekkend. Een andere wedstrijd waar we commentatoren naartoe hebben gestuurd vorige week, dat was Benfica tegen PSG. Peter van den Bent en Gert Verheyen, die waren daar. En zij waren heel erg onder de indruk van die wedstrijd. Mbappé, Neymar, ze combineren door Messi. Lionel Messi legt hier dan loes het zwijgen op. Daar zijn ze dan even. En Messi doet het op zijn Messi's. En nombre de Gert Verheyen, por mí mismo. Nos gustaría presentar nuestras más sinceras disculpas al señor Lionel Messi. Hemos cometido un terrible error. Ahora sabemos que sigue siendo la cabra del fútbol. Lo sentimos mucho, Mr. Messi. De 45 beste minuten die ik op de eerste helft van die dit seizoen gezien. Hola! Ja, straffe woorden van Gert Verheyen. Benfica PSG eindigde op 1-1 vorige week. En Ineas, ik weet niet of je onze online rubriek Terugvlucht kent. Of je het Spaans een klein beetje. Een klein beetje. Het waren excuses van Peter van den Bent en Gert Verheyen aan Lionel Messi. Die ze eigenlijk na de eerste speeldag uit de ploeg hadden, ik zal niet zeggen geschreven, maar ze vonden, hij moet eruit, maar ze hebben zich bedacht. Ja. Ben jij een Messi-fan of was het eerder Ronaldo of heb je geen voorkeur? De beide zijn natuurlijk fantastische voetballers met een heel eigen stijl. Het is een beetje zoals te moeten kiezen tussen de Beatles en de Rolling Stones, doe ik ook niet. Ze hebben allebei slechte goede nummers. Ik denk dat Messi wel met de keuze voor PSG toch vorig jaar beduidend minder presteerde dan we van hem gewoon zijn. Maar ja, wat we van die man gewoon zijn... Hetzelfde geldt voor Ronaldo trouwens. We zijn zo lang verwend dat als die spelers dan één of twee minder excellente wedstrijden spelen, dat ze meteen worden afgeschreven. Terwijl als je dit kan doen op een voetbalveld... Boom. En Gilles, het zou kunnen dat hij net op tijd in vorm is voor dat WK dat er zit aan te komen. Het gaat crescendo. Ja, het gaat... Het zou mooi zijn moest een van die twee toch een carrière kunnen afsluiten met een WK. Want ik zag dat hij ook had gezegd dat dit sowieso zijn laatste WK zou worden. Dus ik ben benieuwd. Ik zie heel veel toffe ploegen naar dit WK vertrekken. Dus het zal een tof toernooi worden voor hem. Gilles, staan er nog trips naar Milaan gepland? Ik ben net voorbij weekend geweest. Dus ik heb gelukkig de 2-0 tegen Juventus kunnen meemaken. Oké, top. En, dat zeg je nu pas. Wist ik niet. ik ben net terug ook. Dus dat was een hele leuke. En hopelijk de 22e oktober spelen ze tegen Monza. En daar zit momenteel Berlusconi en Galliani, dus dat is wel een speciale uitschrijd. Dus daar heb ik ook nog wel eens de tijd voor genomen. Alright. Ineas, ik had hier nog heel wat vragen over de Super League en dergelijke opgeschreven. Ga je nog eens terugkomen om het daarover te hebben? Want dan is er over ethiek ook wel iets te zeggen misschien. Zeer graag.
Je hebt ook nog een boek bij dat we dan de volgende keer misschien kunnen vermelden. Zeer goed, van een Nederlandse collega, want ook filosofen schrijven over voetbal. Hooghouden, denken over voetbal. Ja, dus misschien wel. René ten Bos en een journalist, Peter Henk Steenhuis, die gespaard hebben met elkaar over wat filosofische inzichten in het voetbal kunnen bijbrengen. Wel, ik stel voor dat we je nog een keer uitnodigen, want de club gaat toch naar de knock-out fase. Je hebt nog tijd om terug te komen. Ik ga je een fijne vlucht en een fijne wedstrijd wensen in Madrid. Dankjewel. Succes. En Jill, ik ga jou succes wensen met de wedstrijd tegen Chelsea thuis. Yes, het is nodig dat er iets wordt geraapt. Dankjewel voor jullie komst. Enorm bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. En nog een dienstmededeling voor we afsluiten. Want dinsdag 11 oktober, is onze befaamde Multilife helemaal gratis te zien voor alle mensen die Proximus abonnee zijn. Je hoeft geen sportabonnee of abonnement te hebben. Dus ik zou zeggen, Wim de Koning, Wesley Sonck en Toby Alderweireld zitten in de studio. Het zal de moeite zijn. We volgen Milan-Chelsea, PSG tegen Benfica, Dortmund Sevilla, met andere woorden, toch maar inschakelen. Het is gratis deze week. En voor de rest, tot over 2 weken bij een nieuwe aflevering van de Champions Club. Tot dan.